De prangende vraag natuurlijk, je zit hier, we kunnen die vraag niet laten lopen natuurlijk. Ga jij Dominic D-Day presenteren? Dat wil iedereen weten natuurlijk. Ja, dat ben ik wel benieuwd. Ja, dat willen wij graag weten. Nee, dat ga ik niet doen. Nee. Het is een eeuwigheid geleden, maar het lijkt niet zo'n ver verleden. We keken domino, jij presenteerde die show. Fanatisme in je ogen, en ook Duits in je vermogen. Niet te hoog lag het niveau, je leek soms wel aan de snoer. Je humeur was niet te smoren, ook al hadden we verloren. Een grijns van kaak tot kaak, en een kapsel zonder smaak. De steentjes zijn gebleven, maar Hans heeft het opgegeven. Geen Hans, geen domino, domino niet zo. Uit vele verre landen, om uit Zuid-Laren te belanden, kandidaten voor de show, of naar Leeuwarden of zo. Ook Peking voor 2 jaren, maar onze Hans had niks te maren. Daar mocht hij niet bij zijn, voor de wereld niet zo fijn. John de Mol kreeg een ideetje, en dat hielp Hans een beetje. Hij drukte er doorheen, domino voortaan hier alleen. En ook al kon het maanden duren, ging het mis door lekker schuren. Dat was jouw domino, domino hoort zo. In je ogen en ook Duits in je vermogen. Niet te hoog lag het niveau, je leek soms wel aan de snoer. Je humeur was niet te smoren, ook al hadden we verloren. Een grijns van kaak tot kaak en een kapsel zonder smaak. Het zal vast wel even taai zijn, het zal vast verrekte saai zijn. Ik zeg alleen maar zo, zonder Hans geen domino. Geen andere rol in het leven is zo voor jou geschreven. Zonder Hans geen domino, domino niet zo. Waar zijn ze toestanden? Hou die eens geklapt! De klauwen jaren! Abel, je moet er niet zitten! Oh nee, die hebben niet gemaakt! Wimmels en water, water, water! Wimmels en water! Wimmels en water, water, water! Wimmels en water! Nee, maar het is wel fijn als je je talen spreekt.